guys, welkom bij mijn kanaal. Welkom terug voor de vaste kijkers. Mijn naam is Daffy, ik ben van My Spiritual Habits en hier hebben we het over spiritualiteit. Heel erg bedankt voor je komst en voor de reacties die ik op vorige video heb gehad. Ik waardeer het super mega enorm. Deze video gaan we weer in lijn met de rest iets bespreken wat me bezighoudt. We gaan even stilstaan bij onze kindertrauma's, cognitieve dissonantie, moeilijke woorden, en social engineering. Ik zeg even, want het is niet mijn intentie om een hele casus per onderwerp te gaan bespreken. Just my thoughts. Laten we beginnen met de kids. In de psychiatrie al een tijdje, maar op social media en in de massmedia wordt er steeds meer stilgestaan bij het verwerken van onze jeugdtrauma's. Wanneer ik mensen spreek over het hebben of verwerken van trauma, verwijzen zij gelijk naar grote impactvolle gebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld het verlaten van een ouder of misbruik. Maar een trauma is elke emotionele ervaring wat je moeilijk weet te verwerken, waardoor het invloed heeft op je gedrag. We staan er weinig bij stil, maar het meeste van ons gedrag na een bepaalde leeftijd is een traumarespons op bepaalde gebeurtenissen uit onze jeugd. Trauma maakt je meer ontvankelijk voor soortgelijke situaties, doordat je een soort sensor krijgt voor wanneer dingen left kunnen gaan en je al weet wat voor positie je binnen zo'n situatie inneemt. Je bent er al een keer mee geconfronteerd en zo ga je ermee om. Toen ik klein was, had mijn moeder 3 kinderen als alleenstaande ouder. Hiermee geef ik gelijk een shout-out aan de alleenstaande ouders. Jullie zijn de real MVP, want mijn moederervaring zorgde voor mijn traumarespons dat ik kinderen opvoeden niet in mijn eentje wou doen. En het was niet dat mijn moeder me traumatiseerde. Het was haar ervaring, omdat ik mij als oudste emotioneel ging identificeren met haar ervaring. Iedereen heeft andere traumarespons. Mijn traumarespons op haar ervaring was, ik ga niet in mijn eentje kinderen opvoeden. En zo hebben onze kinderen hun traumaresponses naar onze ervaringen waarbij zij betrokken zijn. Ik blijf het zeggen. Kinderen zijn niet stupid. Denk eens terug aan toen je zelf klein was. Was je stupid? Ik niet hoor. Ik was misschien onwetend en een beetje naïef naar de wereld, maar ik was zeker niet stupid. Dus om ervoor te zorgen dat onze kinderen niet uit traumarespons reageren en in hun volwassen jaren kindertrauma's gaan moeten verwerken, lijkt het mij verstandig als we het gesprek aangaan met onze kinderen over wat ze voelen, zien en meemaken. Normaliseer het dat ze kunnen praten over wat ze voelen, zien en meemaken, zodat wanneer ze buiten huis iets emotioneel intensief meemaken, zij zich vertrouwd genoeg voelen om te bespreken wat ze ervaren, zodat ze daar uiteindelijk niet getraumatiseerd door hoeven te raken. Als wij als ouders de controle verliezen over de emotionele ontwikkeling van onze kinderen, gaan zij het overnemen. En zo komen we gelijk op het volgende onderwerp, cognitieve dissonantie. Ik zal eerst even uitleggen wat het inhoudt en daarna leg ik uit waarom het me bezighoudt. De definitie van cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen, of bij handelen in strijd met de eigen overtuigingen. In normale mensen uitleg betekent het wanneer je iets doet dat je weet dat je niet moet doen en het gevoel wat je dan krijgt. Ik had al verteld dat ik jong was toen ik besloot te gaan roken, maar ik wist dat het niet mocht. Dat gevoel wat ik kreeg elke keer als ik een sigaret opstak, dat is cognitieve dissonantie. Waarom houdt het me bezig? In mijn beleving wordt er op dit moment grootschalig gebruik gemaakt van cognitieve dissonantie als manipulatietechniek. Er worden dingen onze strot doorheen gedrukt waar we totaal niet achter staan. Natuurlijk, bij elke gebeurtenis heb je 2 kampen. Zo ook bij deze globale beweging. En dit komt allemaal weer terug op het werk met de grensleutels. Want het is overduidelijk een manifestatie van de 50ste grensleutel. Ja, ook al hebben we ze allemaal behandeld, ik ga er nog steeds op terugkomen, want ze zijn gewoon handig.
In ieder geval, de 50ste gensleutel heeft het over onze waardes. Waar we die vandaan krijgen en dat ze corrupt kunnen raken. Oké, voorbeeldje van corruptie. Een jonge vrouw is opgegroeid in een huishouden waar een van de ouders handtastelijk was. Het was een zeer emotioneel verwarrende situatie. Nu zit ze zelf in een handtastelijke relatie en ze weet dat ze er niet in moet blijven, maar ze blijft, want ze is het ongemakkelijke gevoel gewend. Ze denkt dat liefde handtastelijk en gewelddadig moet zijn, omdat haar waardes vanaf jonge leeftijd wat liefde betreft corrupt zijn. Deze sleutel heeft het ook over waar wij onze waardes vandaan krijgen. Vroeger had je misschien 3 of 4 grote beïnvloeders van onze waardes. School, werk en thuis. Ik vind dat sociale druk daarbij hoort. Want we lopen de meeste trauma's op door onze omgeving buiten familie. Tegenwoordig komt daar de invloed van internet ook nog eens bij. En hier krijg je een severe schaal aan waardes waar je jezelf mee kunt identificeren. Het grote probleem met deze serveerschaal, om het zo maar eventjes te blijven noemen, is dat het globaal is. Waardoor je je dus kunt identificeren met waardes die niet op jou van toepassing zijn. Je identificeren met waardes die niet op jou van toepassing zijn, is cognitieve dissonantie. En hoe wordt dat bereikt? Door middel van social engineering. Ik heb me wel echt smooth overgebracht, hè? Ik kon de definitie van social engineering, zoals ik het bedoel, alleen in het Engels vinden. Er zijn 2 uitleggen van. En de eerste is the use of centralized planning in an attempt to manage social change and regulate the future development and behavior of a society. De tweede is the use of deception to manipulate individuals into divulging confidential or personal information that may be used for fraudulent purposes. Oké, ik wil eerst eventjes iets laten zien. Dear, what social engineering is. It's y'all singing along, talk about, we don't love these hoes. These rappers, they're all married, okay? It's y'all singing along, I run this block, you come down the block, I'm gonna shoot you, I'm gonna put a bullet in your head, blah, blah, blah. These rappers, they live in gated communities. When they come to the block, they got 40,000 fucking security with them. They don't care about your fucking block or your hood or what you do. It's y'all singing along. I'm gonna drop out of school. I'm gonna pop a Molly. I'm gonna do this and that. These rappers, their kids go to private school. You understand? It's y'all singing, I'm an independent woman. Whatever bullshit Beyonce is putting out there. Guess what? Beyonce has a husband. Ciara has a husband. All right? That's social engineering. You keep repeating that dumb shit long enough, you're gonna start living that dumb shit. You understand what I'm saying? Nou, deze man gebruikt wel sterke termen, maar ik neem aan dat je snapt wat hij bedoelt. Ik zal het ook even uitleggen en een soort van vertalen. Door middel van media, muziek, boeken, andere informatiebronnen, worden we bepaalde waardes aangeleerd die niet eens goed voelen. Daarom verkondigen meiden dat ze single en independent zijn. Maar wanneer zij alleen zijn, voelen ze zich toch eenzaam. En schreeuwen de jongens dat alle vrouwen golddiggers zijn, maar nemen ze ook geen initiatief om erachter te komen of dat echt zo is. Social engineering zorgt ervoor dat wij ons gaan identificeren met de muziek, media en roddels. Want alles wat je niet zelf hebt meegemaakt is een roddel. Hierdoor ga je een houding aannemen naar die werkelijkheid, ook al is het niet jouw werkelijkheid. Het nare daar weer van is dat jouw werkelijke omgeving jou ook in die energie gaat behandelen. Wat weer terugkomt op energie is wat je denkt omgezet in gedrag. Dus wanneer je gedachtes, je cognitieve vermogen, in de war gebracht wordt door social engineering, dissonantie, kunnen je waardes corrupt raken. En het begint allemaal bij de kinderen. Laten wij als bewuste ouders de controle houden over onze kinderen, hun emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling. Zorg ervoor dat ze praten over wat ze op school ervaren. Of
wat ze op de club of op de naschoolse opvang aan het leren zijn. Luister naar de muziek die ze leuk vinden en leg uit wat de werkelijkheid is. Kijk mee wat ze te zien krijgen en neem de tijd je eigen waardes bij te brengen. Ga er niet vanuit dat ze het wel leren, want daarvoor zijn zij hier om te leren. En wij zijn er om hun een handje te helpen. That's it, guys. Een beetje een korte video, maar dat is ook wel een keertje leuk voor de verandering. Als je langere video's wil zien, heb ik een serveerplaat voor je in de playlist Out of the Comfort Zone. Heel erg bedankt dat je de video hebt afgekeken. Ik waardeer het enorm. Volg mij en Music Visionaire op Instagram. En ik ben ook op TikTok. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat het nu even wat rustiger gaat zijn, aangezien het zomervakantie is. Ik wens sowieso iedereen een liefdevolle en hele fijne zomerperiode toe. Ik hoop dat iedereen heerlijk geniet van familie en vrienden, mooie herinneringen aan het maken is en dichter naar elkaar toe groeit. Ik wens voor ons allemaal dat we zonder verwachting van elkaar kunnen houden. And that's my final words. Tot volgende week, guys. Soso lobby. Laters.